Ik ben nog aan het uithijgen. Het verhaal van jouw sprint. Goh. Ja. Ik heb niet echt meer een topsprint. Ik moet zoveel geven om überhaupt bij die eerste 10 te zitten. Dat ik niet echt meer kan lanceren. En dat is het hele jaar al een beetje. Ik ben wel dichterbij, denk ik, want dit is natuurlijk de Tour. Maar ja, daar moet ik gewoon echt aan werken. Want ja, ik ben eigenlijk alleen maar mee aan het sturen en een paar trappen aan het doen. Na de Giro zei je, ik ben eigenlijk te veel sprinter en te weinig wielrenner. Is dit dan hetzelfde wat je nu bedoelt? Goh, ja, wel, ik denk wel dat ik stappen gezet heb. Hè? Van alleen 22e naar twee keer top 10. Maar ja, dat moet beter. Maar goed, het gaat vandaag niet om mij. Het gaat vandaag om onze kleine Engelse vriend. Ja, dat heb je ook meteen al in de smiezen. Dat hij natuurlijk wint en een historische prestatie neerzet. Kijk, ik ben 2 jaar ploegmaten met hem geweest. En ja, het is een geweldige topsporter. En ik keek vroeger naar hem op tv. Ja, was wel een voorbeeld. Dus ja, nu het record en dat verdient hij. Ja, dus op een dag die voor jouzelf dus zuur is, met een zure conclusie, vind jij, neem ik aan, het mooi dat hij hier wint? Dat is wel erg extreem. Het is wel elke dag volle bak geweest voor me, of het nu sprint is of bergrit. En ik wil winnen. Maar goed, dit is de Tour de France en hier staan de beste wielrenners van de wereld aan de start. En ik doe mee, maar ik wil winnen en niet alleen meedoen. En wat maakt nou dat je vandaag zo hard voor jezelf bent en de vorige sprintetappen niet? Nou ja, ik weet niet precies hoeveel stik wordt, maar misschien iets beter of hetzelfde. En ja, als je hier bent, dan wil je ook gewoon beter. En, maar ja, dit is voor nu is dit wat het is. Ja, en heb je dus het gevoel dat het er dan deze Tour niet in zit? Dat weet je nooit. De Tour is 21 etappes en ja, ik werd in de Giro met de dag beter. En, anders zouden we alle etappes nu niet meer hoeven te rijden als we al wisten hoe het ging lopen. Nee, maar ik vind het wel mooi. Je trekt wel tijdens het interview trek je al een beetje bij. En ga je wel met een beetje met je hoofd iets verder omhoog. Ik ben een rasoptimist en ik geef altijd alles. En dat blijf ik voor de rest van mijn leven doen. Tot slot, je zei het zelf al, het is de dag van Mark Cavendish. Wat zijn jouw woorden voor hem? Congrats, great champion, role model for all cyclists out there. En best sprinter of all time. Dankjewel. Fabio, als jij later moet uitleggen wat jij op 3 juli 2024 hebt meegemaakt, wat ga je dan later bijvoorbeeld je kleinkinderen vertellen? Dat ik geprobeerd heb Mark van het record af te houden, dat niet gelukt is. Net als heel veel renners voor mij. En ja, dat laat zien wat voor groot kampioen dat hij is. En de beste sprinter aller tijden. En is het dan zo, Fabio, dat je daar nu meteen al van kunt genieten? Want je sloeg heel snel om. Kijk, ik baal altijd maar kort. Ik kan redelijk relativeren. Ik wil zelf winnen, maar dit is wel de Tour. En de Tour moet mooi zijn voor iedereen. Dus als je als concurrent niet een beetje kan genieten van mooie dingen van anderen, dan heb je wel een heel zuur leven, denk ik, als wielrenner. En ja, zo ben ik niet. En morgen is er alweer een nieuwe kans. Morgen proberen we het weer en dan zien we het wel. Dankjewel.